Oké, mensen, welkom terug. We gaan vandaag weer verder met Road to Prestige van Black Ops 3. Dus we gaan weer lekker verder met online spelen. We gaan gewoon lekker kill confirm doen. We zijn nu ongeveer level 6. Dat is. Combine, dat is leuk, dat is leuk. Ik heb een beetje getraind met multiplayer op mijn hoofdaccount. Maar ja, dat is niet voor de Road naar Prestige natuurlijk. Dus al zeg ik het zelf, ik ben iets beter geworden. Al gebruik ik daar wel de Vesper met ziek veel attachments. Dus die heb ik nu niet. Maar voor de rest, ik denk dat het wel iets beter gaat. Tenminste, ja, ik hoop dat ik kills kan maken. Lijkt me logisch, was de bedoeling van het spel. En voor de rest hoop ik ook dat ik gewoon lekker goed beetje killstreaks kan pakken en zo. Oh, hier gebruik ik natuurlijk de CUDA. De CUDA. En ik haal er zo vaak killstreaks, zeg maar. Oké, dan begint gelijk dit. Gelijk dood gewoon. Dat laat natuurlijk niet echt zien dat ik goed ben. Oeh, je hoort bij mij. Bitch. Daar is één. Oeh, assist. Ah, fuck. Ik heb quick draw en suppressie hierop. Oké, ik moet weer natuurlijk, dan moet je altijd even inkomen. Het is het eerste potje dat ik speel. Bitch. Oeh. En ik heb ook een fast max op mijn andere wapen, dus dan heb je gewoon een snellere reload. En dat heb ik nu dus overduidelijk niet, dat kon je wel zien. Dat ding dat reload is slow, joh. Nee, ik weet niet, ik kan echt niet als ik slow reload, ja, dan ja. Dan kunnen zij gewoon rustig op je schieten, want ja, jij hebt dat reloaden. Dus dat is op zich best wel fucked up. Bitch. Oh, dat was heel lelijk. Dat was echt vrij lelijk. Dat ik die niet had. Die had ik toch op zijn. Die. Oh shit. Holy fuck. Oké, dan komt hij hier sowieso uit. Bitch, kom dan. Rustig. Daar is die. Oeh, daar is er nog één. Ik zag hem. Oeh, jij hoort niet bij mij. Oké. Dit waren even goed wat kills. Oh, jij hoort wel bij mij. Nou, dit is dus een beetje. Het was hectisch, maar ik heb het er goed vanaf gebracht. Kreeg volgens mij in totaal heb ik hier 2 kills uitgehaald. Oké, nog een kill. UAV is binnen. Oeh, lag. Oh shit. Nou ja. Dat was even een goed streakje. Ik bedoel, het kan beter en we staan in ieder geval weer positief. Niet dat ik heel veel geef om KD's, maar... Reload, bitch. Oh, yo! Die zag ik niet aankomen. Daar waren ze even met net iets te veel. Ik moet trouwens zeggen, als die ene niet bij was, dan was er gewoon niks aan de hand. Oh, hij heeft lag trouwens. Oké, daar werd ik 2 keer genijfd al. Holy shit. Of ik heb lag, maar op mijn beeld ren ik gewoon goed door. Stop. Jezus. Wat een lucky bastard gewoon. Als hij zo kills gaat maken, dat toevallig zijn grenade tegen me aangooit. Oké, waar is die? Ze hebben ook heel de tijd counter UAV's aanstaan zo te zien. Dus dat is best wel kut voor ons. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Oké, bitch. Oh. Oh, assist. Jij hoort bij mij. Oké, gelukkig. Oeh, sparrow kill, bitch. Oeh, dat pleegde ik bijna zelf met dat ding. Ja, het ging een beetje goed. Oh, ik ben gewend dat ik op mijn main account heb ik namelijk combat focus als gedoe, als killstreak. En combat focus, dan heb je helemaal geen last van, dan heb je niet de sparrow. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ik extra XP zou krijgen voor mijn kills. Maar in plaats daarvan werd ik genaaid, kreeg ik zo'n sparrow ding. Maar ik maakte er een kill mee, dus niks te klagen. Kill, oké. Zijn er hier nog meer? Ja. Yeah. Oeh, ja, dat was een beetje dom. Ik was gehit en ik ging er alsnog in. Dus vraag een probleem eigenlijk. Daar is een bitch. Get it. Oké, hij is weg hier dus. Bitch, oh, hoe. Ik zag hem daar niet staan. Het is nu een beetje dat ik 1 kill maak en 1 keer dood ga. Ik moet even goede attachments hebben op dit ding. Ik moet eigenlijk snel nog die Vesper vrij spelen. Ik bedoel, dit soort kills, als ik een Vesper had, dan had ik hem nu gewoon gehad. Dan was het gewoon over voor hem. Maar ik heb dus geen Vesper.
Ey, bitch. Oh, what the fuck. Dit is zwaar slecht aangepakt, jongen. Zo. Huh? Nee, man. Oké, dit is echt dramatisch slecht, gewoon. Dit zou verboden moeten worden, zo slecht. Jezus. Oké, kom op. Even herpakken. Dit kun je gewoon niet maken, zo slecht is dit. Even een tackle pakken. Dus tenminste nog wat score erbij. We gaan het potje ook zwaar verliezen. Ze zijn ook veel beter dan ons. Het is gewoon niet eens leuk meer. Oh, ook nog zo'n ding gewoon. Ze hebben ook allemaal vage killstreaks. Ja. Ze zijn... Ik had toch zeer dat ik die oppakte. Maar ja, het zal wel aan mij liggen. Oké, nu gaan we gewoon campen als een bitch. Ook al weten ze dat ik hier binnen zit. Dat is helemaal niet slim dus. Oh, daar ligt er gewoon één. Wat? Holy shit. Double team gewoon. Fucking lelijk. Oh my god. Het is zwaar amateuristisch, zo'n double team. Bitch. Oké, hij is me dood. Dit zijn echt deze mensen die gaan echt veel te goed voor ons. Gewoon nu het potje al verloren. Dat is echt, ja. Kun je beter huilend ergens in een hoekje gaan zitten. Ik heb wel één. Ja, maar ze komen ook steeds met z'n drieën tegelijk. Dat is ook niks tegen te doen. Gewoon zeker als je met zo'n koedatje bent. Nou, ik ben in ieder geval niet de final kill cam. Daar valt ook wat voor te zeggen. Oh, jezus, wat slecht. Nou ja, eerste potje dat we spelen. 13-21. Hopen dat het volgende potje beter gaat. Wel tweede van mijn team, though. Dus dat betekent dat op zich... Aan mij ligt het niet. In die zin, ik kwam ook later in het potje aan. Het potje was al bezig toen ik aankwam. Als ik vanaf het begin mee had gedaan, was het waarschijnlijk misschien anders geweest. Waarschijnlijk misschien, dat klonk lekker goed Nederlands. Maar dat zegt ook wel genoeg. Als je later in het potje komt, maar wel gewoon tweede komt te staan. Dan speel je niet met de beste mensen hier zijn. Maar ja, je moet het natuurlijk bij jezelf leggen en niet bij de anderen. We gaan gewoon nog een potje doen. We gaan gewoon weer combine doen. Misschien dat ik nu bij de goede kant in het team kom. Misschien dat het dan beter gaat. Laten we hopen van wel. Oké, loading screen dit een beetje lang. Kom op, hè. Level 7 wel geworden. Oké, mooie challenges. Hebben we niet zo heel veel aan. Combine. Specialist kan ik die nu al. Ook level moet je daarvoor zijn. Seraf, level 22. Oké. Dat duurt nog even. Alhoewel, levels gaan nu best wel snel. Mooie camo erop. Hoeveel headshots hebben we hier op met de dingen? Nog niet eens 10. Oké, voordat we die gold krijgen, duurt het dus ook wel even. Gold voor al SMG's. Ik denk dat ik daar misschien wel voor ga eigenlijk. Ik bedoel, VMP, Weevil. Ja, Vesper level 19. Shit. Oh, ik vergeet dat ik dit ook kan doen. En hier doe ik dan anti-up. Hier. Daar heb ik nog niet zoveel van. Je moet die hebben. Zo. En die moet ik hebben. Oké, dit is enigszins goed. Hier kan ik wel even mee. Beter hebben we combine en we hebben combine. Oké, poging 2. Nu hebben we niet gekeken wie er net bovenaan stond. Ik weet wel, net moest ik ook tegen die Deezen rammelen. En volgens mij zijn de teams gewoon precies hetzelfde gemaakt. Ik hoop toch niet dat ik weer bij die slechte in zit. Ik bedoel, niet dat ik zelf perfect ben, maar op zich ging ik nog aardig het vorige potje. Oké. We gaan gewoon weer lekker met de Kuda. Heel veel andere keuze hebben we niet. Ja, het is even level 19 worden. Dat is de kutte. Daarna krijg ik de Vesper. Als ik eenmaal de Vesper heb. Hoho. Dan gaan we. Ja, dan is de shit aan. Gewoon. Zodra we die Vesper hebben, jongens. Genieten wordt het dan. Get it. Oké. Daar komt niemand. Oh, daar komt er wel een vanaf. Oh nee, die hoort bij mij. Zo. Komt er niemand mee? Hallo?
Oké, nee, blijkbaar niet. Zitten tegen een of andere campende clan te spelen of zo. Mag toch hopen van niet. Eén iemand heeft in ieder geval een UAV. Oh, ze zijn allemaal daar, aan die kant, hoe dan? Wat? Nog geen kill gewoon. Wel een assist, oké, dat is iets. Ja, fuck die shit. Je ziet ze het hele potje niet, zien ze een keer killen ze jou. Wat zijn dit voor? Oh, what the fucking bullshit. Oké. Ja, hoor bij mij. Is het nu eindelijk een bitch die even komt? Wat een zijpotje dit zo, dit. En dan word ik gelijk gekillt. Ik weet niet, hij die gebruikte de Vesper. Kon je gelijk zien. Jongen, jongen, jongen. Dit is echt belachelijk. Dit wordt misschien nog wel een rage quit ook. Gewoon zo'n kut lobby om hierin te zitten. Bitch. Oh, we gaan snel level 8. Oh, je hoort bij mij. Hé, jij hoort niet bij mij. Oeh, dankjewel. Broer, daar redde je me echt gewoon te hard. Oh, wel één kill. En het was een headshot, dat is wel fijn. Dankjewel voor het redden trouwens, die ene guy. Die redde me echt niet normaal hard. Ik bedoel, het gaat nog steeds slecht, maar het gaat iets beter. We beginnen nu een beetje hier en daar een keer een kill te krijgen. Oh, dat was een beetje dom. Ja, had ik ook eigenlijk wel kunnen verwachten dat ze met meerdere tegelijk zouden komen. Die Breska is wel een goede trouwens, die rekt best wel hard. Zou het ook eerst of niet? Ja. Ook een Nederlander, ook mooi. Friendly UAV inbound, oké, waar zijn ze? Oh, dat wordt zo'n vieze assist weer. Jongen, jongen, jongen. Ik vergeet dat ik mijn grenades heb, omdat op mijn main account dan heb ik een Vesper, zeg maar. En dan heb ik er 4 attachments op zitten, dus dan heb ik helemaal geen grenades of deze dingen. Oh, ik mis rapid fire zo erg, jongen. Zou ik hier toch graag rapid fire op willen? Hey, dat was een... Oh, jezus. Hitmarkers en zo. Ik haat die hitmarkers zo erg. Maar als er iets is dat ik niet wil zien, is de fucking hitmarker. Ik heb liever geen assist, weet je wel, dan dat ik zo'n hitmarker krijg. Dat is echt vervelend. Jullie zullen vast kijken nu en denken, wat een grote noob is dit. Ja, yeah, ik geef je groot gelijk. Holy shit, dit is echt belachelijk. Da fuck. Oké, kom op. Nu even een goede streak maken. Hij komt sowieso daar. Ik kan net zeggen, als hij mij nog had, dan was ik gestopt. Dan was ik geragekut. Oké, UAV is uitgewerkt en iedereen spant volgens mij bij mij, zul je net zien. Gewoon sparrow spammen, bitch. Oh, hij zat gewoon om het hoekje. Ah, wat vies, wat vies, wat vies. Ik moet ook eerlijk zeggen, het was ook best wel purifier. Bitch! Oh, dat ding is zo overpowered. Hoe dan? Die purifier, jongen. Ik haat dat. Ik vind het echt de grootste bullshit die ze hun heel Black Ops 3 erin hebben gestopt. De fucking purifier. Dat ding heeft me een range, jongen. Dat ding heeft iedereen dood van een belachelijk grote afstand. Ik snap ook niet waarom... Geen dat bedacht heeft. Wat dacht hij, zeg maar? Laten we een veel te overpowered iets in doen waar je een heel hoog level moet zijn. Dat alleen de noobs die zo, de no life die zo hoog komen, dat kunnen krijgen. Dat de noobs nog meer gekillt. 2 assists ook gewoon, hè. Fuck die shit. Oeh, snaps aan. Dat vond ik bijna zielig voor hem. Hij dacht even, ik heb hem. En daarna zo'n grenade. Oké, okay. Dat was gelijk karma. Met z'n drieën tegelijk. Doe fucking normaal. Oeh. Hij had zo'n ding dat hij daar immuun tegen was, volgens mij. Tactical mask, hoe noem je dat? Ja.
Oh, assist, oké, okay, dat is iets. Oké, dit is echt belachelijk. Ik schaam me gewoon voor dit resultaat gewoon. Oké, adventure comeback. Oké, laat het ook echt even de comeback zijn. Hij zit gewoon nog steeds daar en hij had gewoon een triple nu. Holy shit, doe normaal. Waarom? Met z'n drieën zijn we als domme koeien lopen in zijn val gewoon. Guardian. Fucking Guardian. Oké, okay, we confirmen wat kills, maar nog steeds de kills zelf maken we niet. Oké, okay, bitch, ren maar weg. Hey bitch, schuif op. Ik kom maar binnen met z'n allen. Oké. Oké, het gaat nog steeds gewoon ronduit slecht. Maar dan weliswaar. Ah, weer zo'n reload iets, jongen. Ja, er is, valt ook niet zoveel te doen als je moet reloaden, weet je. Ja, wat kun je eraan doen? Kill confirm. Wow, dat waren mijn assisten, maar een kills? Geen één gewoon, geen één kill. En ik kreeg assisten binnen voor D. En hier nog kills meegemaakt. Als die raak, als ze niet gewoon, als die niet gesaved werd door dat ding, had ik waarschijnlijk daarmee de final kill ken. Maar ja. Oh, 12 om 16. Oh, zo slecht, zo slecht, zo slecht. Ik zat wel op het winnende team, maar oh, wat slecht. Oh. Wat heb ik echt die Vesper nodig. Holy shit. Holy shit. Op zich, ja, ons hele team was eigenlijk goed. Dus qua score ging het nog enigszins al gemiddeld, maar dit is wel echt gewoon voor mijn gevoel echt slecht. Gewoon alle laatste. Maar als ik bij hun zou zitten, zou ik gewoon derde staan, weet je wel. Mensen die de stream kijken, de stream gaat gewoon nog door. Mensen die de video op YouTube kijken, de video eindigt hier. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te liken en vergeet je ook niet te abonneren natuurlijk. En voor de rest, ik check jullie de volgende keer. Later.